Jij hebt Crocs aan, what the fuck? Wat? Ik zie het niet. Oh mijn god, ja, ik ook. Ik heb Crocs aan. En die airdrop viel letterlijk... Ik zei ja, die airdrop valt bovenop ons. En toen werden we doodgeschoten. Hallo jongens, mijn sleutel bij deze nieuwe video op mijn kanaal Gator Gaming. What the fuck, we spannen echt nergens. Oké, jawel. Zuidwest? Zuidwest. Het enige wat we hebben. Ja. Oh, dit is best wel die chille plek. Ja, daar staan best wel veel huisjes. En daar staat volgens mij ook een kwad. Er staat ook altijd een auto. Oh, auto, maar gewoon. Ik weet niet zeker of er altijd een auto is. Meestal staat er een auto. Nope. Deze keer niet. Oh, er landt nog iemand naast me. Ja, dat was ik. Nee, en naast me. Ja, ik zit ook naast je. En nee, jij landde achter het huisje. Ik landde na... Oké. Dat niet. Ik zag het toch? Ja. Ik kan jouw gloed zien. Ik heb in dit huisje helemaal niks. Ik ook niet. Wat een goede huisjes. Ik heb alleen een military backpack. Ja, ik ook. En nu heb ik een Magnum erbij. Een Magnum is pro. Ja, vooral voor auto's schieten. Nee, daar is de M9 pro voor. Magnum is goed voor far range. Far. En voor de rest heb ik weer niks. Voor de rest is je poep, ja. Ik ga shredden. Er ligt gewoon letterlijk niks. Oh, ik heb niks. Ik zweer, ik heb helemaal geen één gun. Oh wauw, hier. De poepste pistol van de game. De R380. Mooi man. In dit huis zitten niet eens meubels, maar wel een AR. Wauw. Jee, ik heb een shotgun. Heb je een helm? Nope. Ja, die ligt hierin. Ik zam voor mij. Oh, ik heb er eentje. Oh. Ik heb er net een gevonden. Als een server. Ga je in die supermarkt? Dat is het laatste wat we kunnen checken. Oh, de steam erin. Oh my god. Pas op ik dat zei er nog... toch al was iemand geland. Ja, pas op dat er niet nog iemand zit, hè. Steam, hè. Ja, check jij even. Oké, wc clear. Deed jij een deur dicht? Ja. Omdat hij naar weg stond. Ik schrok er ook van. Dat was echt een raar geluid. Maar ik zei dat er iemand was. Nee, je geloofde me niet. Ik wist gewoon, ik wist 100% waar dat is ik... het team mee? Misschien is hij doodgevallen tijdens het vliegen. Holy shit, die man liet me echt schrikken. Ik wist dat er ergens iemand was. Alleen ik had hem gewoon 3 keer gehit met een shotgun, hè, en hij was nog niet eens echt helemaal dood. What the fuck? Ik je ben kan bang nu dat ze via onze rug komen. Oh! Kijk, je kan armor maken! Met die crafting, ja, met die shit. Oh. Kijk, ik hoef nu alleen nog maar armor scraps te hebben en duct tape, dan kan ik armor maken. Ja, dat kijk ik liever een andere keer wel. En ik kan ook nu. Ik kan ook explosive ammo maken. Of explosive bow. En ik kan ook nog andere shit maken allemaal. What the fuck? Er zit hier nog vies in de kamer. Je kan allemaal coole dingen maken nu, maar mijn helm is kapot. Ja, ik heb hier nog één. Ik heb eentje nodig. Had me namelijk geheadshot. Toen was mijn helm gelijk alweer kapot. Nou, heb ik nog steeds geen eens een gun of zo. Of ja, ik heb alleen maar een AR met of een... Een shotgun nog met 6 kogeltjes. Oké, we gaan nog één ding checken daar. Ik denk dat hij dat al gecheckt heeft, maar... Ja, maar we kunnen het proberen. Waarschijnlijk gaan we toch dood, want we kijken waar we gespawnd zijn. Ik ga hier naartoe. Ja, ik ga ook hier naartoe. Er is nergens anders waar je naartoe kan. Niks. Hey, what the fuck is dit? Niks. Oh, wacht, de cirkel. Die is er niet. Is die nog steeds niet? Nee, dat zei ik net. Oh, hoe lang? Deze kunnen we ook nog checken als het goed is. Oh mijn god, ik word geschoten.
Maar we moeten wel naar die schoten toe, want wij zitten nu ergens waar we nooit meer iets van loot kunnen vinden. Oh mijn god, dat geluid van die wind. Ja, we kunnen nooit meer loot vinden hier. Ja, nu weet ik niet waar we naartoe moeten. Waar zitten we? C8. We moeten sowieso meer naar het noorden. Oh, ik zei naar het noorden en ineens komt die cirkel in het noorden. We moeten gewoon deze weg links houden. En ik moet nog steeds healen, want ik ben nog steeds low. Wacht even. Ik hoor iemand... Of jij was, maar ik hoorde iemand... Sprong jij? Nee. Ik hoorde iets of iets links bij deze boom. Of rechts bij deze boom. Oké, fuck it. Ik ga rennen. Ik ben bang. Nou, there we go. Ik heb alleen een revolver. Dat was echt de poepste loot ooit, hè? Wow. Ja, er staan super veel huisjes, maar... Ja. En we krijgen gewoon niks. Een shotgun en een revolver. Wauw. Maar sowieso, ik heb ook geen first aid kit. Wow, first aid. Die man die jumpscared mij zo hard, hè. Ik doe die deur open en staat hij zo... Hij staat stil gewoon, hij schoot niet. Ja, ik zag het ook. Hij schoot niet eens, ik dacht, wat doet hij? Ik zag opeens een poppetje in het huisje, toen dacht ik van... Wat? Tafeltje. Oh, first aid kit. Hier, die mag jij hebben. Ik heb er al één. Ja. Ik had er één van die man gevonden, maar... Eentje moest ik gebruiken. Hij had er twee, maar eentje moest ik gebruiken. Ik weet niet eens of ik... Oh my god, ik dacht dat ik een auto achter ons zag. Ik dacht het ook. Ik keek ook achter ons, maar... Moeten wel oppassen. Als er een auto komt, moet je gewoon achter die bomen gaan hier. Ja. Oh, ik kan niet goed achter me kijken. Ik ook niet. Dan moet je heel snel doen. Dan kan het als het goed is wel. Ja, dan kan je. Dan heb je die angle achterom. Ik dacht even dat er een motor was. Maar ja, natuurlijk, dat kan niet. We zitten nog langer niet safe. We gaan het niet eens halen, heb ik het gevoel. We moeten ook meer naar het noordoosten. Wauw, ik heb het gevoel dat we niet eens gaan halen. Waarom klonk het alsof er iemand aan het reloaden was? Ik hoor het weer. Of was jij dat, die wapen switchte? Nu deed ik het, maar net niet. Misschien zat er iemand achter die bomen. Ik voel me echt zo onveilig als ik hier loop. Sowieso in deze hele game voel ik me onveilig. Ja, ik wou net zeggen, in deze hele game voel ik me onveilig. Overal waar ik loop. Kijk, bijvoorbeeld nu zit er misschien eentje achter deze bomen, maar ik kijk er niet eens. Ja, ik ook niet. Anders moet je elke boom gaan checken, elk bosje. Maar bosjes zijn gewoon poep in elke game. Ja. Zelfs in elke game zitten mensen gewoon, waar ga je campers achtervolgd wordt? In een bosje. We zijn echt op de poepste plek ooit gespawnd net, man. Wow, yo. Is hier loot? Die links? Nee. Er zijn drie auto's die bij elkaar zijn gebotst. Kijk maar. Oh, hier rechts. Ja, daar ligt ook nooit wat. Maar we kunnen niet looten, ze zijn niet safe. Oh jawel, dat ligt volgens mij net in de safe zone. We kunnen kijken. Als we getoxic gassed worden, dan... Er lopen hier altijd super veel mensen, omdat daar is Pleasant Valley of zo, dat ze deze weg volgt. Ja. Hier rijden ook heel vaak veel auto's, dus je moet oppassen. Oh ja, en mensen campen in deze groene hutjes hier, groene hutjes? Oh, die. Ja, en er staan er heel veel. Er staan er ook in dit gebouw, er staan ook groene hutjes. Een quad! Waar? Oh ja. Oh. Laat me kijken, dit is een sparkplug. Anders moeten we echt oppassen. Ik ga vast in first person. Hij spant hier wel, normaal. Dus ik heb het gevoel dat hij gewoon nog goed is. Ja, hij is goed. Oh, nice. Ik neem sparkplugs mee, we gaan looten. Waar zit de ingang?
de voorkant. Dat lijkt me logisch. Ja, weet ik veel. Ik liep anders de andere kant op, hoor. Maar er ligt bijna nooit wat hierin, dus ja. Heel veel tafeltjes. Een koelkast zelf. Is dat een auto? Het zal wel, ik ga gewoon kijken ook. En de schuur. Zie je, er ligt hier nooit wat. Wow. Excite. Ik voel me niet bijna veilig. Er ligt ook echt gewoon letterlijk nooit wat. Er spant hier heel soms loot, maar er is volgens mij geen eens loot gespant. Oké, dit is echt kut, want we hebben een quad en daar staan we gewoon in het open. We worden gewoon gelijk gehit als iemand schiet. Ja, en ik kan niet voor ons kijken, alleen achter ons. Ja, ik moet de voorkant regelen, dus dat. Het gaat een beetje moeilijk als ik moet rijden en alles tegelijk. Oh, we rijden op schoot af. Waar rijden we naartoe? Naar het noorden? Ja. Oké, gelukkig. We moeten in D5 komen. Daar kunnen we hiden in gebouwen. Maar de quad is wel de snelste van de game. Check dan, we vliegen gewoon. Kijk hier, we vliegen. Oké, maar niet te hard, niet te erg vliegen. Maar ik ga gewoon hiden in die gebouw, want ik ga nooit overleven met dit wat ik nu heb. Oh my god, we rijden schuin, Guido. Ja, ik zie niet. Ik zit in first person. Bijna hadden we dit. Ik vind het zo irritant. Waarom zie ik het? Waarom zitten we in C5? We moeten heel ver naar het oosten. Oh my god, kijk hoe ik rij. Oh mijn god. Kreeg je damage? Nee. Lol. En de auto is gewoon 100%. Oké, Rip. Ah, nee, Guido, nu zijn we Rip. Nee, de auto is. Oh mijn god. Oh nee. Heb ik damage? Nee, ik heb geen damage. Oh, what the fuck, die auto is deze heel. Of power de auto, hoor. Het is geen auto, het is een quad. We gaan deze flats hiden, oké? Oh mijn god. Waar? Ik ben dood. Waar zit hij? Ik loop rondjes, maar ik zie hem niet. Ze zit bovenop de flatgebouw te campen. Oh, Rip. 23. Ik kon ook echt niks. Ik botste tegen een paal aan. Ik werd beschoten en ik schrok. En toen botste ik. Oh, kut. Hoe ga je ook weer uit je inventory? Oké. We gaan naar de zuiden. Naar die ene... Ja, hangar helemaal rechts op de dam of zo. Oké. Ik weet, je ziet me wel vallen of niet? Nee, volgens mij zit ik onder je. Er zat een auto buiten, een kapotte. Ja, daar land ik. Oh, er landt nog iemand! Oh mijn god, Rip, ik ga naar links. Er nog twee! Er landen er nog twee! Hij heeft een shotgun! Doei! Oh mijn god, ik ga Rip. Ik zit in dit gebouw. Ja, ik ga Rip. Hij heeft de shotgun nog gepakt. Oh mijn god. Oh, hier ligt een handpistool. Ja, hij chased me. Guido, ik ben Rip. Ja, ik ga dood. Ik ben dood. Ik ben dood. Ben je al dood? Oh mijn god, ik zou misschien dat ik het overleef. Ik heb ook een shotgun opgepakt. Ja, ik heb een handpistooltje opgepakt. Guido, fuck him. Hij komt bij jou naar binnen daar trouwens, hè, volgens mij. Oh nee, hij komt hier. Fuck. Hij heeft nog een helm op ook. Ik ben Rip. Ja, ik ook. God. Ik ben dood. Ja, ik weet niet. Ik zie... Waarom kwam je niet helpen? Ik ben dood. Guido, ga ook maar dood. Oké, ik ga er nu toe rushen. Het heeft toch geen nut meer. Het is niet eens dit gebouw volgens mij, nee. Nee, het is het ene, dat zeg ik toch, die volgende naast die camper. Oh, daar staat hij. Ik heb hem dan twee keer gehit. Ja, dat is niet genoeg. Hij heeft
volgens mij maar één keer gehit. En ik bloed niet eens. Mijn kogels zijn op, rip. Er wordt vuistenvecht, oh. GG bro. Je bent dood, oké. Oké, waar gaan we naartoe? Oh nee, we botsen tegen elkaar aan, rip Guido. Zie je die flatjes of zo? Ik zie nog geen flatjes. Noordwest. Ja, ga maar naar die huisjes eigenlijk in het noorden. Gewoon recht naar het noorden. Recht naar het noorden, dat zit die kant op. Okay. De rechtsonderige categorie waar 6 huisjes staan, daar landen we. Okay. Staat volgens mij ook een auto. Daar kom ik totaal niet in de buurt. Waarom kan ik niet meer zo links? Oh nee, ik land net voor dat bergje. Moet ik helemaal omlopen, zeg niet. Oh, gelukkig land erop. Ik ga in het huis. Ik ga weer dood, er komt iemand naar binnen. Echt? Ja. Waarom heb je... Ze hebben die richtpunten veranderd. Waarom staat deze deur open? Ik heb naast de laatste tijd echt zoveel... Alle deuren zijn automatisch open hier, hè, bijna. Oh, wow. Just to let you know. Hier liggen heel veel helmen. Hey, hier ligt... Je kan duct tape oppakken. Ja, dat hebben nieuwe dingen, dat zeg ik al. Oh ja, daarvan was die update. En ik heb trouwens een... Ja, ik moest... Je bedoelt 20 updates of zo. Ja, oké. Okay. Ik heb echt zoveel updates gehad, hè. Ik hoor volgens mij een deur. Ik hoor een schot. Dat was ik. Omdat ik iemand zag. Ik heb trouwens 2 militaire backpacks over. Dief. Dus als jij er een nodig hebt. Ik heb een AR over, grapje. Oh, ik heb er al een. Oh my god. Maar wat kan je met duct tape? Ik veel, je kan je mond vastplakken. Cool. Zodat je iemand kan overhoren. Ik heb echt 5 medkits of zo. Ik heb er maar 1. Ik heb er 4. Zoveel heb ik er. Dat is best wel veel. Oké, laat ik gewoon even in deze hoek gaan staan. Ik ben bij jou. Jongen, jullie hebben me kapot uitgeschreven. Ik had je bijna dood gemaakt. Heb je al een military backpack? En wat zit er op mijn rug? Oh ja. Let's get the fuck out of here. Ik ben aan het shredden. Is er al een cirkel? Nee. Nee, je bent nooit zo snel. Ik heb een shirt in mijn broek zitten. Dat had ik ook. Maar dat heb je al heel vaak. Eigenlijk wil ik naar die schoten toe. Ik ook. Let's do this. Ja, ik ben nog aan het bandage maken. Ja, wat boeit dat als we toch doodgaan? Maar wie zegt dat we doodgaan? Nou, dat weet je zelf ook wel. Helemaal niet. Oh my god, als je nu in first person zit, heb je ook gewoon een zoom. Oh my god. Oh ja, dat zag ik net ook al toen ik aan het schieten was in verpuppen. Ik ga gewoon lopen in verpuppen. Ja, je moet wel langs de hekken blijven lopen, hè? Just saying. Scannen, even scannen. Ik dacht wel, waarom staan we niet stil? Oh, een extra helmpje. Jee, mug. Weet je hoeveel medkits ik heb? Heb jij er al één? Ja, ik heb er al één. Oké, ik drop er wel één. In de keuken. Waarom loop ik de hele tijd de first person eigenlijk? Oké, hier werd net geschoten. Hier ligt een fucking shotgun. Ik heb dit kamertje niet eens gecheckt. Ik heb al lang een shotgun. Ja, ik niet. Oh, dank je dat je gewoon militair die backpacks laat liggen. Oh, ik had er al 2 gepakt, dus. Ik heb er ook al 3 gepakt. Oh! Er loopt iemand buiten Guido. Ja, ik hoorde ook voetstappen. Get. Get ready. First person, bitch. Oké. Okay. Hij gaat mij sowieso als eerste zien. Hij is hier binnen. Ja, oh, dit is spannend. Ik ben bang!
Hou je mond. Oké, we moeten een eikel. Er staat een cirkel. Ik durf niet te kijken. We zitten net niet safe. Oh mijn god. Hij is weg. Ik hoop het voor je, ik durf er niet uit. Ik hoop niet. Oké, we gaan tegelijk. Oké, 3. Oh, hij is hier, ik hoor hem. Ik ga de badkamer in. Maar we moeten hier echt weg, want we zitten niet safe. Ja, maar ze kunnen ons ook gewoon doden via die ramen hier. Dat je weg, domme. Ja, daarom. Daarom zit, ga ik hier staan, lekker voor ik zit gewoon in de bad. Ik volg mijn voetstappen. Oké, maar we moeten nu gaan. Oké, we gaan gelijk. 3, 2, waar moeten we naartoe? Welke richting? Jij hebt crocs aan, what the fuck? Wat? Ik zie hem. Oh mijn god, ja, ik ook. Ik heb al crocs aan. Crocs. Oh my god, die is echt lelijk. Okay, maar welke richting moeten we op? Oké, dan niet. Ik weet het ook niet. Oh, ik hoor hem. Hij is hier. Weg, hij zit daar. Oké, E5. Waarom zit ik fucking hier? Hij opende een deur. Ik ben bang. We zitten E5 nooit. We moeten naar het oosten. Hoi, oh. We moeten rechtdoor. Kom, let's do this. Kut, kan niet. Oké. Ik ga, we moeten via de voorkant. Of via hier. Let's do this. Rennen. Ik pak mijn AR. Hij zit waarschijnlijk gewoon in een van deze huisjes, hè? Ja. Ja, maar waarom zeggen we er één? Dat er maar één is. Het kunnen er ook twee zijn. Maar je hoorde er maar één. Ik hoorde er maar één. Ja, oké, maar het kan ook een team zijn. Je hoorde twee keer voetstappen. Ja, als je ergens op staat, dan hoor je dat. Dan glitch je een soort van. Maar echt, waarom heb ik crocs aan? What the fuck, wat een kut update. Oh, een auto! Nou, is de trap. Ik ben bang, zo bang dat de trap is, hè. Hey, de deur van dit huis is nog dicht. Oh my god, kom hierin. Oh my god, in first person kan je veel beter schieten met dit. Oh my god, ik kan niet rijden in first person! Naar rechts zit een kampje. Oh. Ik hoor schoten. Een kamp. Mijn kamp. Ja. Let's rijden, let's boost. Let's vlieg. Nee, doe maar niet. Ja, wat was je vliegtuig in deze game had? Dat weet ik niet. Gaat fout. We zitten in F5, we zitten safe, maar we gaan gewoon helemaal door tot de berg. Kom op. Kom, we gaan naar de airdrop als die komt. Oké. Dan krijgen we een sniper. Ja, als we het overleven. Ja, vorige keer had ik het overleefd. Oh, hij komt. Wie? Airdrop. Oh. Ik ben helemaal ready for fight. Ja, ik kan niet omhoog kijken in deze auto. Ik ook niet echt, maar ja. We zijn ook lekker weer in het open hier. Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Hij is gewoon een zwarte piet. Let's niet rijden over de weg. Let's crash tegen een boom, oh nee. Nee, ik drifte. Jongen, sta stil. Ik probeer om heen te kijken. Ik drift. Kijk naar het vliegtuig. Kijk, ik drift. Jongen, dit is altijd het drukste plekje. En dan ga je even lopen driften. YOLO, waar is die airdrop gevallen? Weet ik niet. Ik zag het vliegtuig naar het, volgens mij, zuiden gaan. Maar als jij deed het heen en weer uit, kan ik het niet zien. Ah! Was jij dat? Wat gebeurde er? Botsen. Maar hij volgens mij is ergens hier gevallen. Ik weet het echt niet. Waar de fuck is dat kut? Ik hoor weer een airdrop.
Volgens mij zijn het bommen. Ja, dat denk ik ook. Maar we will find out. We zitten echt gewoon te kutten in een auto. Oh. Geef haar. Niks aan de hand, I got this. Maar ook echt, in G5 zit echt niks in de buurt. Daarom. Daarom zou die airdrop hier ergens gevallen moeten zijn, heb ik gevoel. Oh mijn god, we gaan op deze berg. Oh, ik zie dat bommen. Ja, waar gaan die vallen? Dan weten we waar die airdrop is. Oh my god, oh nee. Oh nee. Hoe dan? Ik zie ook niks, hè. I got this. Waar vallen die kutbommen dan? Oh, ik dacht dat ik daar iemand zag lopen. Waar de fuck vallen die bommen? Niet. Ja, ik heb geen idee waar die bommen vallen. Ze kunnen ook voor die kutheuvel zijn gevallen. Zijn we dan safe? Oh ja, we zitten dan safe. Let's gaan over de heuvel. Let's do this. We gaan op de heuvel. Waarom komen we niemand tegen? Weer een bommenwerper. Dan opeens, ja, die zal je vast niet vallen. Nou, boom, dood. Waarom staan we stil? Ik ben even aan het kijken waar hij is laten vallen. Nu kan ik het goed zien. Ja, ik niet. Ik heb geen idee. Oké, nu zit ik niet te driften. Dat ging gewoon door die auto. Oh no. Oh mijn god. I got this. Ik dacht dat het een auto was. Dat was gewoon... Oh mijn god, ik ook. Ik zat gewoon alleen met mijn muis te kijken. Ik zat al E in te drukken. Ik wou er al uitspringen. Ja, nou, ik zat met één hand gewoon om met mijn muis te kijken. De andere hand had ik niet op mijn toetsenbord. Dus opeens, oh nee. Ik ging ook echt gelijk op de rem. Oké, op de heuvels altijd het gevaarlijkst. Er staat namelijk één auto die altijd iedereen wil. Dus let's do this. We gaan die auto pakken. Maar ja, het is vast wel weg. Wacht, is dit wel überhaupt de goede heuvel? Denk het niet. Ik dacht dat ze er vanaf ging driften. Ik zie geen zendmast. Ik zie ook geen... ik zie niks. Wat? Ik zie geen zendmast. Ga even in third person. Het third zit ik al. What the fuck? Ik zie helemaal... Ik kan naar de bomen kijken, maar ik kan niet naar de bergen kijken. Oh, jawel. Zo, ja. Oh, nee. Nee, nu kijk ik naar de grond. What the fuck? Ik draai alleen maar rondjes. Ik weet niet eens of we op de goede berg zitten. Ik zit hier gewoon lekker te rijden. Oké, laten we kijken of we op de goede berg zitten eigenlijk. Waar zitten we eigenlijk? H5. Volgens mij, we zitten helemaal niet op die goede berg. Oh. Dit is helemaal zo'n andere kijk, berg. Waar het radiostation zit, dat zit in D... 7 en E7. Precies ja, op het punt. D8, D7 en E... En D8 en D7, zo ja. Nou, laten we hier blijven staan. Ja. Ik heb geen idee, we kunnen hier eigenlijk al blijven staan. Ik kan wel alles zien wat omhoog en omlaag komt. Ja, ik niet, maar ja. Misschien moeten we even de auto bijvullen. Ja, hoe? Ben ik aan het doen. Hij is al opgevuld. Wat? Alleen nu hebben we meer biofuel nodig. Er zit automatisch altijd één biofuel in de auto. Oh, dat wist ik niet eens. Ik kan niet naar rechts naar beneden kijken. Ik wel. Er is geen hond. Ook geen kat? Nee, ook geen kat. Oh, ik schrok toen je gaf. We zijn wel al 32e. Yes. Let's do this. We gaan gewoon niks doen. We gaan gewoon hier staan. Alleen een beetje bang zijn als er iemand in ons huis komt. Ik ga even de auto even de batterij eruit halen. Dan En als er nu iemand komt, dan... Ik was uitgegaan, bro. Ja, oh mijn god. Je laat me de hele tijd schrikken. Ja, ik weet echt niet welke kant we op gaan. Ik ga gewoon hier blijven staan, want we zitten nu precies in het midden. Als we nu gewoon wachten... Het enige waar ik niet kan kijken is achter ons. En nu kan ik nergens meer kijken, alleen de lucht. Wow, dit ding gaat zo snel naar achter. Wow. En dan vallen we zo de berg af. Ik wou op dit puntje staan hier dan. Lion King.
kunnen ze ons allemaal zien, maar ja. Boeit toch niet. Wow, okay. het bukt. Als ik een beetje draai, ja, dan zie ik het gat. Ja. Ja, ik ook. What the fuck? La la la. La, ik dacht wel, hè, zijn we zo dichtbij? Dat dacht ik ook. Ik wou precies dat ook dit zeggen, het bukt. Oké, we zitten nog steeds safe, toch? H5, ja, we zitten nog steeds safe. Wauw, maar nu blijven we altijd safe zitten, ofzo, weet ik veel. Weet je hoe lang we nu moeten wachten op de berg? Ah, ik denk niet dat het hier gaat eindigen. Ik denk dat het bij Misty Beak Dam gaat eindigen, bij de dam. Hoe kun je dat überhaupt lezen? Ja... Ik kan het zelfs niet lezen als ik helemaal met mijn ogen erin zit, omdat... kijk, ik heb mijn instellingen laag gezet. Omdat anders gaat mijn computer weer trippen. En dan gaat die bloedheet worden. En dan kan die kapot gaan, dat wil ik niet. Dus... Ik kan echt niks lezen. Er staat held, maar zelfs dat kan ik bijna niet lezen. Oh, wacht, ik zal ze even uit de map gaan. Ja, het is wel zo slim. Ja, straks opeens staat er iemand. Oh, voor. Ik zie een auto. Waar? Helemaal rechts, maar die is nu al naar beneden achter de bomen. Hij rijdt naar die caravan toe, recht voor ons. Uh-oh. Hé, mijn gun gaat door de auto. Ik hoor een bommenwerper. We zitten ook echt niet recht onder of zo, hoor. Niet? Oh, gelukkig. Waarom zie je dat ding niet? Oh mijn god! Een auto! Oh, ik heb hem één keer gehit. Oh, ik ben dood. Ik had hem nog een headshot, die airdrop zat achter ons. Ik zag een auto. Oh, hij had nog 15 health. Oh, dat zijn die mannen met die regenboogwakjes. Lol. Oh, dat is echt niet... We zijn 14e geworden. Ja, dat is echt niet leuk, hè. Ik zat even niet op te letten. Ik zat op de kaart te kijken. En die airdrop viel letterlijk... Ik zei, ja, die airdrop valt bovenop ons. En toen werden we doodgeschoten. Kom maar naartoe. We zijn op dezelfde plek gespand. We zijn op dezelfde plek gespand. Ga weer naar die dam toe, naar diezelfde. Maar okay. Ik kan er niet heen, want ik ben ik ook niet. Spind. Wacht, ik ga hier naartoe, bij dit huisje hier. Zie je waar ik land? Nee, daar gaan ze ook niet landen, daar komt je heel veel. Ja, maar ik kan niet meer daar komen. Nou en, dan ren je er naartoe. Ja, er landt iemand voor je. Kijk, bij die dam landen fucking veel mensen. Ben je nou ook bij die dam geland? Ja, ik denk Hip, ik. Nou, je bent tussen al die mensen geland. Ik ben bij de aparte geland, waar niemand was. Oh mijn god, hier loopt iemand. Oh, ik ben bijna dood. Ik heb een AR dood. Ja, ik word doodgeschoten. Ik ben al dood. Ik pak een wapen op, maar ja. Ik had geen andere keus. Anders ging die achter me aan met een wapen. Gewoon weer die fletjes, zoals altijd. Oh my god, zelfde spanplek. Oh nee, nee. Jee, die huisjes dezelfde. We gaan naar die rechtsachter gaan we nu helemaal. Rechts, is dat deze waar ik land? Die drie rechtachter. Ja, drie. Dat is deze, denk ik. Nee, acht bedoel ik. Het zijn er acht. Oh mijn god, ja, dat zie ik. Dan was ik bijna verkeerd gegaan. Oh, er landt nog iemand. Rip in pepper. Die landt daar tegenover. Zie je mij landen? Ik heb een shotie. Oh, je landt helemaal daarachter. Oh mijn god. Ik ben in die vier voorste. Jij bent in die ja, vier daar acht. Is iemand. Weet ik. Jij gaat rip. Daar zijn er twee, maar die zitten tegenover me. Guido, waarschijnlijk moeten we zo nog een potje spelen, want jij gaat weer dood. Wie zegt dat? Ja, dat zeg jij, ik weet het. Ik wou net zeggen, dat zeg ik. En dat weet je zelf ook wel donders goed. Dat je waarschijnlijk rip gaat. Nee. Wat vind je donders? Ik word schoten naast me. Ja, ik lag een beetje. Ik weet niet wat het is. Oh, ik moet helemaal ik ga gelijk naar jou toe rennen. Moet ik alleen helemaal omlopen. Ik heb een shotgun en een revolver, ik ben rip. Ik hoor heel veel schoten bij me. Nee, ik hoor er heel weinig bij jou. Nee! Kut, ik heb er nog mijn medkit. Wow. Ik loop langs je huis. Wow, wat gebeurt daar allemaal? Ik hoor allemaal granaten. Oh, Guido, ik word beschoten! Ah. Ik kom eraan. Kut, ik word beschoten door die raampjes. Ze zijn overal, ze zijn hier naast ons. Ze staan naast ons, op de weg, Guido. Ze staan naast ons, Guido. Fuck hem! Waarom zie ik ze niet? Oh, no. We zijn in deze huisje. Kijk maar, hij heeft iemand gekillt hier, oh. Hij is in dit huisje gegaan. Kijk hem daar.
Ja, ik heb geen shotgun. Pak hem, hij zit in dat ene kamertje. In de badkamer links, Rino, en heb jou. Oh mijn god. Oh my god, hij, ik ga dood. Ik ga wel. Nee, hij komt, kijk uit. Eentje is dood. Ik ben dood. Ik had eentje nog gekild. Oké, let's do, we moeten nog een potje. Nog één, yes.